Je luistert naar een podcast van Waterschap Noorderzijlvest. Bij Noordwesterstorm is de dreiging heel groot dat die dijk het begeeft. Dat is een beetje een technisch verhaal, maar het water met Noordwesterstorm komt tussen de eilanden door richting Eems en Dollard. Het wordt dan opgestuurd, kan niet verder Duitsland in en komt dan ook weer terug. Dus dan krijg je van twee kanten krijg je het water. Dat gaat tegen de dijk aan tussen Delfzijl en Eemshaven. En als die dijk het begeeft, is binnen een halve dag is de stad Groningen blank. Althans het oostelijk gedeelte, ten oosten van het academisch ziekenhuis. Want de Hondsrug is net zo hoog dat daar het water er niet komt. Maar alles ten oosten, dus Bijm, Leeuwenborg, de Hunze, Oosterparkwijken, allemaal onder water. Ik mag maar een paar dagen per jaar aan. Dat komt omdat ik het grootste gemaal ben van dit gebied. Als ik te vaak zou pompen, dan zou het te droog worden. Maar als ik aanga, dan is het ook echt nodig. Wij hebben zo'n groot gebied, 100.000 hectare. Als met één pomp, dan gebeurt er niks. Wij moeten 75 kilometer weghalen dat water. En dan heb je toch, dat duurt natuurlijk even, dan moet je toch een klein gaatje voor hebben. Want het water wil naar het laagste punt toe. Ik ben er voor de noodgevallen. Ik ben er voor de noordwestenwind. Ik ben er voor de storm. Nou, als we de hele zomer weer stilgestaan hebben, dan denk ik weer, nou mag van mij ook wel een beetje harder winnen rekenen. Ja. Nou ja, maar daarvoor ben je hier, hè? Je bent hier gekomen omdat je moest pompen. Dus dat is altijd leuk natuurlijk, en vooral in die tijd. Want in de winter is het toch altijd donker en harde wind dat je moet pompen. Dus thuis zie je ook tussen de geraniums door te kijken. Want al wat Pluvius aan overtolligs geeft, wordt langs bestaande en gebaande wegen, zoals de wetenschap die technisch uitgestippeld heeft, naar mijn adres geleid, de Boer ten Zegen. Aflevering 3, Mijn dreunend lied. Nou ja, wij zeggen altijd november, december en januari, dat zijn onze pompmaanden. Echte pompen die we langer achter elkaar gaan door moeten draaien. Het mooist, het allermooist, dat blijft, zoals Willem al zei, maar één ding. Dat is als ik na al het onderhoud in de zomer, het oliën, vervangen van onderdelen en blinkend stralen voor de kinderklasse, als ik weer mag ontwaken na de diepe zomerslaap. Daar kan oud-werknemer Piet ook altijd zo van genieten. Maar ja, dat een vaste gewoonte is. Dat zeg je, als de bruggen slecht waren en wind staat verkeerd, nou, dan weet je zelf wel. Dan zeg je, het is weer raak, wij moeten weer aan het werk. Kijk, als in de winter als het noordwestenwind is, dan houden we thuis ook al rekening. Oké, maar als iemand zegt, nou kun je een zaterdag je melden, dan zeg ik, moet wel even afwachten wat er met de wind gebeurt en met water. En als ze niet via een natuurlijke weg kunnen afvoeren, dan moeten we toch stand-by weten. Wij weten natuurlijk ook langzamerhand al wel, van met noordwestenwind, ze kunnen toch niet afvoeren. Dat ze dan morgen vroeg moeten draaien. Dus als het in het weekend is, dan denk je ook al, je gaat er om 6:30 of 6:30 maar uit. Maar we moeten straks toch pompen. Willem kent het werk zo goed, dat hij al dagen vooraf aanvoelt wanneer de pompen waarschijnlijk aangezet moeten worden om het land in de winter droog te houden. Kijk, vroeger was dat anders. Dan werd je gebeld 's morgens. Maar dan hadden wij ook morsecodes. Dan belde je nummer. Dan nam je telefoon op en dan had je een lange toon toet. En dan toet, 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 toet. Nou, dan was dat bij wijze van spreken 1 en 7. En die telde je bij elkaar op, had je 8. En dan deed je nog een keer, dan had je weer zo'n toon, had je bijvoorbeeld 0 en 3. Dat telde je bij elkaar op en dat was de waterstand. Dan had je 84 of 83. Nou, als de, zeg maar, s'morgens 83 was, dan gewoon je direct ging je zeggen, we gaan heen te pompen. En je begon te draaien, je belt nog iemand op. Dat twee gemaal, en we zijn, als we pompen, altijd met 2 maanden. En dan begon hij gewoon te pompen.
Ja, je moest. Als vreselijk weer, storm weer was. Ja, je moest erheen. Je moest controle doen. Dus we gingen daar ook heen. En dat was prachtig. Vooral als de wind zo hard woei, dat de putdeksels rammelden en de wind vloot door de kieren in mijn nok. Als je moet pompen, dan moet hard regenen en hard waaien. Dat is het allerleukste. Liefst storm, hè? Noodweer. Als je goed, de wind goed bullen en goed regent, dan gaat de waterpeil gaat omhoog. En de motor die moet nog meer aan. En dan denk je, dit geeft wat, dit doet wat. Dit is actie. Hoe harder dat stond, hoe liever dat. Ja, maar zo geen kerst. Wat machtig daar, joh. Mooi. Oliepomp is klaar. Doe ik even mijn kraantje dicht. Moet ik hem even één keer ronddraaien voordat we hem gaan starten. En dan gingen we. Stapje voor stapje. Loop ik even naar de bedieningsruimte, zet ik even diesel motor even aan voor de diesel naar dings. Beetje lucht erop. Dat was wel een vaste ritueel, ja. Zet de compressor nou eerst nog even aan, dat we nog een beetje extra lucht hebben. Nou, we gaan eerst even de compressor aanzetten, de druk, de lucht. Maar al die motoren hebben gestart op lucht. Nu, dat doen we eerst. Momentje, maar hij moet even een beetje hoger. Maar anders dan doet hij het niet. Tot ik goed opgewarmd was. Voor één geduld hem nou, hè. Voor één geduld hem. Met die motoren, die moet eerst geturnd worden, moet op stand gezet worden. En dan oliedruk. En dat klaar is. Nou, daar zit een handpomp op. En dan pompen we net zo lang dat die oliemeter de druk aangeeft. En dan zetten we de kleppen weer naar beneden. En dan starten we weer op lucht. En dan. Nou, we gaan er nou gewoon kraan op doen en op de knop. Denderend geluid. Het is groot, het is hoog en hol. Maar we hadden wel goede oorkleppen erop, want anders word je net zo doof als wat, hoor. Dat is niet om vol te houden. Als wij hier binnen zijn met harde wind, moet nog zo hard stormen, merk je niks. Maar je hebt natuurlijk lawaai van de machines. En als je door het raam heen kijkt, dan zie je het heel hard regen. Maar verder niet. En als het heel hard waait, dan zit van die putdekseltjes, die ben ik groter dan die, dan begint die te klappen. Dan waait het, zeg ik altijd. Dan stopt het ook echt, hoor. Ja, en anders dan waait het nog niet. Kijk, toen ik hier kwam, was het natuurlijk spannend, hè. Dan hoorde je zo'n put extra klappen en dan schrik je wezenloos als je hier loopt. Maar nou is dat, ja, normaal. Kun je wel zeggen, normaal, niet dat die put extra rabbelt. Maar wel dat zo hard het in regent.
Ik ben hier natuurlijk zo lang, dus dan is dat gewoon. Wanneer het echt hard stormde en regende, pompte ik hele dagen en nachten. Mijn personeel werkte in die tijd nog van 8 tot 8. En dat ging net zo lang door, totdat het weer op peil was. En dat kon een week duren. Maar dat was mijn langste periode hoor, dat heb ik eigenlijk nog niet weer meegemaakt. Maar we hebben 20 dagen continu gedraaid. Ja, 1 keer draaide ik 20 dagen lang. Continu. Het was in de herfst. Ja, toen die 20 dagen toen. Toen kon ze het water kon ze niet kwijt raken op het water niet. Dus de wind die was altijd noordwest. Lauwers ook, die kon niet spuien. En ja, wij moesten doorpompen. Dus ik kwam al hoger. Ja, dat was toen wel een hele... een hele ernstige zaak toen. Nou, ernstige zaak, maar ja. Spannend. Ja, spannend, ja. Ik was geen moment bang. Mijn personeel had het goed onder controle en ik was op dreef. Ach, ik ben ervoor gebouwd. Er is niks op afstand bedienen. Hè? We moeten hier alles aanzetten, smeren, alles. Dus daar ga je iedere uur, maak je een rondje heen. Ga je even die pomp smeren. Je houdt even de meters in de gaten en de temperaturen. Nou, dan ga je daar weer zitten. En waar kwam die andere collega? Piet en Willem werkten toen alle nachten. Er is niemand die erover klaagde, nee. Maar kijk, als wij daar zoveel dagen achter elkaar door, dan zijn we wel, we zijn er wel flauw van. Want je sociale leven is anders, hè? We waren moe. Eerst moet je overdag slapen, zeg maar. En ik kon er redelijk slapen, hoor. Maar ja, dat kennen we niet ook. Nou, die verschrok, als die thuis kwam, dat was met geklapt met de deuren. Nou, dan zei deze jongetje, zei weer min, recht niet in het bed, hè? Ik zei, jongen, ging rustig. Maar ja, goed, als je helemaal wakker bent, dan... Dan val je niet meer in slaap. Ik denk dat nou ook niet meer lukt, dat mensen dat niet meer willen. Nu zijn er geen diensten meer van 12 uur. Nu werkt mijn personeel op en af 8 uur. Maar toen, dat waren nog eens tijden. 20 dagen lang. Dit gebeurt niet vaak, dit, hè? Wil me niet kunnen zeggen, dit hebben we meegemaakt, hè? Dat vind ik ook mooi. Dat kan ook wel weer ja, iets waar je op terug kunt kijken. Er zijn bovendien meer gemalen bijgekomen om te helpen. Waardoor het water sneller kan worden afgevoerd. Maar wie weet, mag ik nog een keer eens 20 dagen draaien. Dat de putdeksels klepperen. Ja, ik heb wel gezegd, jongen, wat bist u toch een monster. In Groningen dan, hè? Dat gemaal. 5000 kuub per minuut. Nou, en dan zeg ik wel, nou, camera hoor, ik sta hier zijn weer aan loopslingen hier zo. Maar doe maar een nam maar weer dingen aan. Maar goed, dat was ons werk ook, ja. Huh? Nieuwsgierig geworden? Het gemaal staat bij het gehucht Lammerburen. En wie weet staat er een noordwestenwind. Dit geeft wat, dit doet wat. Dit is actie. Dit was de laatste aflevering van Ik ben de Waterwolf. Luisterde je deze afleveringen en dacht je, er gaat niets boven deze podcast? Vertel er dan over aan je vrienden en familie. En laat een reactie achter in de podcast-app. Want dan is deze podcast beter vindbaar voor andere luisteraars. Nou, is toch mooi meegenomen. Deze podcast is gemaakt in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest door Hilde Boelema en Marjolein Knol. En ingesproken door Klaas-Jan Bos.